Erwin, jij was als schaatser altijd een specialist op de korte afstanden, 8 keer wereldkampioen. Ja. Hoe kom je er dan in hemelsnaam bij om marathons te lopen? Ik ben altijd wel een beetje een atypische sprinter geweest. Ik was, voordat ik echt sprinter was, was ik marathonkampioen van Overijssel op natuurreis. Dus ik kon altijd wel lange afstanden. En aan het einde van mijn schaatscarrière ben ik ook weer een beetje gaan allrounden. En het echte sprinten bij het schaatsen is natuurlijk niet echt sprint. Het is geen 100 meter zoals Usain Bolt. Dan ben je eigenlijk al een soort van middellange afstandloper als je dat vergelijkt met schaatsers. En dit zit gewoon in mijn natuur. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het ook leuk om gewoon te bewegen. Ik ben er natuurlijk niet super goed in, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En daarom, je kunt het gewoon altijd wel gewoon leren uiteindelijk. En als schaatser deed je toen ook al duurloopjes? Voordat ik schaatste deed ik wel heel veel duurlopen als junior. Maar toen ik echt goed werd, dan deed ik op een gegeven moment, je wordt wel echt sprinter, doe je zoveel krachttraining en dan is bewegen zo moeilijk. Dus dan kon ik absoluut geen duurloop meer doen. Maar toen ik 18 was, liep ik al wel 34 minuten op de 10 kilometer. Dus toen liep ik wel hard. En hoeveel marathons heb je er ondertussen op zitten? Ik heb er 17 uitgelopen. Ja. Waarvan 12 onder de 3 uur. En ook heel veel van die marathons in Amsterdam, hè? Ja. En dit jaar weer? Ja, Amsterdam is eigenlijk een klote marathon. Dus echt, afgelopen jaar heb ik goed gelopen. Maar alle eerdere edities waren allemaal dramatisch. Ik ben 2 keer uitgestapt in Amsterdam. En in mijn 2 langzaamste marathons heb ik ook gelopen in Amsterdam. Dit jaar dus weer, want jij bent niet alleen de mental coach voor de atleten van het programma, je gaat zelf ook meedoen. Ja. Dus hopelijk onder begeleiding van Gert-Jan Massink en de data vanuit Polar, dit jaar toch wel weer een goede marathon. Ja, ik heb die vorig jaar ook wel een goede marathon, dus het kan wel goed komen. Ik heb er eigenlijk ook wel zin in, om gewoon zelf ook een keertje te begeleid te worden, want ik ben wel, van nature loop ik eigenlijk altijd gewoon te hard. Ik ben altijd gewoon te enthousiast en ik train ook een beetje te hard. En als je nou eens een keertje echt gewoon heel goed kijkt naar mijn loge, heel goed kijkt naar wat die zones zijn en je daar ook gewoon heel kant-en-klaar een schema voor krijgt, dan kijken wat dat dan doet met mij. Maar dan moet je hier wel aan houden, hè? Ja, ik ben altijd een beetje een... Ik ga eraan beginnen. Ik ga het niet helemaal volgen, want sporten vind ik gewoon heel gaaf. De marathon loop ik wel omdat ik het heel gaaf vind, maar ik vind andere sporten ook gaaf. Ik vind fietsen ook gaaf, ik vind schaatsen gaaf. Dus ik blijf die andere sporten doen, maar dat zijn wel mijn voorwaarden waaronder ik gewoon deze uitdaging graag aanga. Gaaf, we wensen je alvast heel veel succes. Dankjewel.